Ja, wat is er zo leuk aan huur? Dus ik denk dat het voor iedereen een andere reden is, maar ik kan mijn ei erin kwijt. Ik kan lekker fysiek bezig zijn, lekker even alles van me af. De sport aan zich is heel erg leuk om te doen. Respect voor elkaar, je hebt mijn discipline, dus dat maakt het echt heel leuk. De vereniging echt met een rijke historie. Echt vanuit ouderen begonnen, vandaar ook vanuit de Randersomgeving, Randersdijk, daar is begonnen. Een vereniging met een lange historie en een leuke historie, zeg maar. Afgelopen jaar was het gigantisch. We hebben een record aantal buitenlandse deelnemers gehad. Uit 9 of 10 Europese landen. Ze komen steeds verder over de grens. We zijn voor de Scandinavische landen een officieel meetmoment. Dus als ze goed presteren bij ons op het toernooi, mogen zij voor hun land uitkomen op het EK, WK, Olympische Spelen. Dus dat is, het is gewoon een ontzettend hoog aangeschreven toernooi. Er komen geen koekenbakkers, om het zo maar te zeggen. En ze wil heel graag bij ons meedoen. En wij willen daarom ook wel echt een heel goed toernooi organiseren, omdat ze echt graag bij ons blijven komen. Er zijn een heleboel mensen die eraan meewerken. We vergeten vaak de vrijwilligers, want dat is super belangrijk. Zonder vrijwilligers is er echt geen toernooi. Dat moeten we echt goed onthouden. Het is zeker ook voor de vrijwilligers, dat moeten we zeker niet vergeten. Dus eigenlijk moeten er straks misschien wel 100 man op het podium komen.